Goedendag, je kijkt naar het Weersenaal van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van vanmiddag 1 uur zien we witte vlekjes boven Nederland. Dat zijn stapelwolken. Maar we zien ook ten noorden van Nederland en trouwens ook ten zuiden van Nederland heel weinig bewolking. In een groot deel van Europa was het schitterend weer. Als we nog even inzoomen, zien we nog wat beter dat de stapelwolken niet overal aanwezig waren. In de smalle kuststrook en ook in Flevoland en dan eigenlijk weer de Waddeneilanden en in het noorden van Friesland en Groningen. Daar zorgde allemaal het koude zeewater ervoor dat daar geen stapelwolken konden ontstaan. En dan eh, wat dieper landinwaarts. En ook in het oosten van Noord-Holland. Daar waren de stapelwolken dan wel. In Limburg was de lucht dan weer te droog. Daar ook geen wolken. En volop zonneschijn. Kijken we naar de weerkaart. Dan zien we een groot hoge drukgebied liggen. Kern ligt eh, vandaag zo in de buurt van Londen. En de komende dagen zien we dat de kern langzaam gaat verplaatsen richting. Eh, ja, eigenlijk het westen van Ierland. Dat betekent voor ons dat de luchtdruk langzaam gaat dalen en dat we met iets minder vrij weer te maken krijgen. Dat zien we ook als ik de boel beweging zet. Eerst is de luchtdruk nog hoog, maar in de loop van vrijdag zien we de hectopascalen langzaam minder worden. En uiteindelijk van 1029 naar 1022. Geen schokkende afname, maar we zien wel dat er ook heel veel bewolking boven het noorden van het land is gekomen. Als je het filmpje nog een keer aanzet, dan zie je dat eigenlijk opnieuw. Let dan op de Noordzee. Vanuit het noorden komen die wolkenvelden in de loop van vrijdag dichterbij. En daar kan een enkel buitje uitvallen. Veel zal het allemaal waarschijnlijk niet zijn. Dat is pas morgenavond. Vanavond hebben we nog een zonovergrote avond. De zon gaat uh, rond 10 uur onder. En dat betekent dus dat we nog behoorlijk wat uurtjes met zonneschijn tegemoet gaan. Temperaturen daarbij 18 tot 20 graden. Alleen dicht bij zee is het iets minder warm. Komende nacht dan minimaal rond 10 graden. Net als afgelopen nacht kan er weer nevel ontstaan. Lokaal misschien ook een mistbankje. Het verkeer zal er amper last van hebben. Morgen in de ochtend flinke zonnige periode. In de middag begint de lucht wat vochtiger te worden. Dan ontstaan er meer stapelwolken dan vandaag. Krijgt de zon het echt wel wat moeilijker. Temperaturen in het binnenland 22 à 23 graden. En daar waar de wind van zee waait of over het IJsselmeer. Daar is het ongeveer 20 à 21 graden. Prima temperaturen dus. Aan het einde van de middag en in de avond neemt de bewolking verder toe. En in de avond is heel lokaal een buitje mogelijk. Hou daar dus even rekening mee als je het voetbal buiten gaat kijken. Zaterdag ook kans op buien. Die vallen eigenlijk vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend. Zaterdagmiddag wordt het vanuit het noorden beter. Gaat de zon weer geregeld schijnen. Iets meer wind dan de afgelopen dagen. Windkracht 3 tot 4. En de temperatuur gaat iets naar beneden. Zondag droog weer, flinke zonnige periode. Temperaturen kunnen weer iets herstellen, 18 tot 22 graden. Maandag is er een hele kleine kans op een bui. Verder schijnt ook geregeld de zon. Helemaal geen slecht weer dus, maar niet meer die hoge temperaturen die we een paar dagen geleden hadden. En komen die dan terug? Nou, de afgelopen dagen gaf ik al aan dat het kwik geleidelijk omhoog zou gaan. Nou, we zien dat nog steeds een heel klein beetje terug. Maar het is wel minimaal, hè? Voorlopig dus eigenlijk vooral temperaturen rond 20 graden. En als het een keer mee zit, dan kan het wat warmer worden. Ik wens u een fijne zonnige avond. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.